Op woensdag 22 juni verzamelden boeren uit de gemeente Ede zich in Bennekom om gezamenlijk naar Stroe te reizen om daar te demonstreren tegen de stikstofplannen. Iets wat volgens hen hard nodig is. Omdat het helemaal nergens op slaat, de regels die ze willen doorgedrukt hebben. Zoals de koeien op stal houden en het stikstofbeleid. Want de cijfers kloppen eigenlijk niet, vind ik. En de rest ook, denk ik. Wat moet er volgens jou dan eigenlijk veranderen precies? Nou, ik denk dat je heel ver komt als je eigenlijk de grootste vervuilers aanpakt. Zoals Tata Steel en Schiphol bijvoorbeeld. Die scheiden best een hoop stikstof uit in vergelijking met de boeren. Om het even zo te zeggen eigenlijk. Ja, dat is gewoon gelul, want wij moeten dan vee verminderen waar we jaren voor hebben gewerkt en wat we op hebben gebouwd. En ja, wij moeten verminderen en dan gaan ze wel huizen bouwen. Ja, daar, ja, volgens mij is dat niet nodig. Als ze bij jou het huis onder je reet vandaag willen gaan houden, wat ga jij dan doen? Ja, ik denk dat ik ook boos zou worden. En welk signaal wil je straks gaan afgeven in Stroe? Dit protest is nog heel rustig. Maar is het meer, maar dan weet ik niet wat er gaat gebeuren hier in Nederland. Zo, zin. Kap zo hoog. Ja, je denkt dat er meer boeren er net zo in staan als jij? Dat heb ik wel zeker. Dus je wil eigenlijk signaal afgeven dat als er niks verandert, dat boeren zich misschien niet alleen meer met woorden gaan laten horen? Nee. Ik krijg er burgeroorlog van hier op niet uitkijk. Het gaat veel verder dan alleen een boer. Het gaat om vrachtwagenchauffeurs, het gaat om slachterijen, het gaat om de veevoederindustrie. Er zijn gewoon enorm veel banen gemoeid met boeren. En als dat hier verdwijnt, dan krijgen we hier gewoon werkeloosheid. Nadat de groep compleet was, vertrok de kolonne naar Stroe. Langs de weg waren er veel steunbetuigingen voor de boeren te zien. Door de drukte stonden de tractoren vaak stil, waardoor ze pas om 12:30 in Stroe aankwamen. Ook daar was het druk. Er stonden veel mensen klaar om de demonstranten toe te spreken. Wim, als je zo achter je kijkt, wat vind je dan van de opkomst? Ja, enorm. Maar nog lang niet iedereen is binnen, dus ik weet niet hoe vol het wordt. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ben er doorheen gelopen en dan spreek je mensen uit Ede en uit Lunteren. En die geven aan wat de problemen zijn. Er bestaan natuurlijk ook wel heel veel verhalen en ideeën. Maar dat het speelt hier, daarom ben ik ook hier als voorzitter van Food Valley. Ja, dat is iedereen wel duidelijk. Nou, je zult het merken, dit is de generale repetitie. En we zullen vechten voor onze toekomst. Op 6 april waarschuwden we tijdens een actie voor de Tweede Kamer bij de ministers dat een boerenactie, een boerenopstand zal worden als Den Haag zijn steunplannen niet intrekt. Nu is het zover. De streep is getrokken, de grens is bereikt, de maat is vol. De staat der Nederlanden is in oorlog met de Boerenrepubliek. Jij gaat zo meteen straks ook even het woord voeren, toch? Ja, namens de LDO Gelderse Vlei. Het is midden in onze regio. Dan kom je niet aan. Wat ga je straks zeggen? Ja, ik wil heel kort bij de leden blijven. Dus ik doe een paar korte dingetjes in wat ik vroeger op school meegemaakt heb. En daarna heb ik een brief, die ga ik voorlezen. Die is geschreven door ons, een van onze leden, gestuurd naar Stachouwer. En als je daar goed naar luistert, wijst het wel wat voor impact het heeft. Vroeger toen ik op school zat, zei de leraar weer, jongen, als je niet weet wie je best doet, dan komt er niks van je terecht. En als deze waanzin nu doorgezet wordt, dan komt er niks van deze in terecht. En moeten wij dat willen? Nee! Oké, dankjewel. Als de lijnen die nu in Den Haag uitgestippeld worden... Oh, sorry. Ik heb een vraag. Aan hier de consumenten. Willen jullie eerlijk geproduceerd voedsel? Ja! Mijn boeren, willen wij dat blijven produceren? Ja! Oké, dankjewel. Antwoord is duidelijk. We moeten alles op alles zetten om het tij in Den Haag te keren. Door middel van brieven. Door het eerlijke verhaal zoveel mogelijk te vertellen. En ik ga aangeven dat de gevolgen voor Food Valley economisch en sociaal heel groot zijn. Want het gaat niet alleen om de boeren. Het gaat natuurlijk ook om toeleveranciers, transporteurs, loonwerkers. We hebben nu een hele sterke economische regio. En als die plannen op deze manier uitgevoerd worden, betekent dat een klap voor de hele economie in de Food Valley. Dat ga ik zeggen. Plus dat we al een tijdje in gang hebben gezet innovaties in van alles en nog wat om uitstoot te voorkomen. En dat ik het gevoel heb, ik zeg niet dat je het daarmee oplost, maar dat dat nog
te weinig bekeken is wat die innovaties kunnen opleveren. Want innovaties, het is al vaker gezegd, zijn we als Food Valley al een tijdje mee bezig. De luchtwassers, de stalvloeren, nou de producenten zitten ook hier. En naar mijn gevoel, er zal niet alles uit te halen zijn, maar er is nog veel meer uit te halen dan nu. Richt je daar eens op. Wij zullen ook als bestuur van Food Valley echt de zorg en bewaken dat die economische toekomst voor iedereen, maar zeker voor jullie, gewaarborgd blijft. Ja, een Food Valley zonder boeren en toeleveranciers is geen Food Valley meer natuurlijk. Er zullen er ook blijven, want niet iedereen moet hier weg natuurlijk. Dat er aanpassingen nodig zijn, dat geeft ook de provincie aan, dat is wel duidelijk. Maar een Food Valley zonder boeren en wat er verder aan vastzit, ja, dat heeft wel hele grote economische, sociale gevolgen. En daar wil ik zo meteen op wijzen. Ik wil ze vooral vertrouwen en hoop geven. En die hoop hebben ze, maar anders hadden ze hier niet gestaan. Maar ik wil ze nogmaals zeggen, er wordt keihard gestreden in de Tweede Kamer. Steeds meer partijen vinden dit een waanzinbeleid. En ik wil gewoon ook meegeven dat ze volhouden en gewoon blijven vechten voor hun bestaan. Dus de Edese boeren kunnen er zeker van zijn dat u voor hen gaat strijden? Nou, ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar ik heb er een partij voor opgericht.